Vandaag reiken we weer een Eru Prestige Cup uit aan een van de Dakar Legends. En natuurlijk mag Jan de Rooij niet ontbreken. Hallo Jan. Hallo, dank je. Daar staan we dan, bij de trucks. Ja, echte. Aan welke heb je nou de beste herinneringen? Nou, 87 zeg maar, dat is toch mijn mooiste en fijnste auto geweest. Ja? Is dat het rijden of het evenement? Of... Alles viel toen op zijn plaats eigenlijk. Specifiek Sahara, dat was wat liefhebberij eigenlijk zeg maar. En die auto heeft toen voortreffelijk gedaan. Ja, dus wat wil je nog meer? Eerste woord en een auto die weinig mankementen heeft. En met die, dat zijn die legendarische beelden met Ari Vatanen. Die staan mij nog zo op het net. En ik denk wel bij iedereen. Hoe was dat? Ja, die auto had 200 gram meer als jaar van tevoren. Ja. In principe was het allemaal aluminium chassis en aluminium net onder de 10 ton. Ja, dus. Dat was echt een fantastische auto. We hebben hem helaas niet uit kunnen rijden, want halverwege is zo'n geluk gebeurd. Maar dat was inderdaad de bedoeling om bij de eerste 10 luxe wagens te komen. Ja, meer dan 200 km per uur volgens mij, hè? Op het zand, hè? 210. Ja, dan komt dan toen op het zaal, kon je 210 rijden. Absoluut. Jan, je zegt het alsof het niks is, 210 km per uur door de woestijn. Ja, ja. Maar. Met die auto hebben we het regelmatig, echt regelmatig gedaan, boven de 200. Als het een beetje zwak was, een beetje echt zand was, nou ja, dan... Jij ging voor de eerste keer naar Dakar eigenlijk omdat DAF jou vroeg. Want zelf had je er niet aan gedacht. Nee, ik heb al de rallycross gedaan van tevoren. En op een gegeven moment hoorde ik van Dakar iets luisteren, denk ik, ja, vergeet me. En in augustus, september 82 kwamen ze bij mij. Jan, heb je interesse in een Dakar gebeuren? Ja. Ja. En zijn, in januari zijn we start gegaan. Ja, met een zeswielige DAF, 14 ton. Ja. En te weinig vermogen. En met twee uitgangen erin. Dat was het probleem toen. Alleen de achterassen werden aangedreven? Alleen de achter twee assen was aangedreven. En voor niet. Rodding, ik zeg het rodding, boog voor 5 ton. Dus als je een beetje in het zand zat, dan was het sparen. En dan kan ik me zo voorstellen, Jan, dat na de eerste keer jij zegt, dat gaan we anders doen. Klopt ook. Ik heb 1 jaar voor het afgedaan eigenlijk, in 1982. Dus dat is toen eigenlijk mijn gestopt van de fabriek uit en ben ik gewoon eigen doorgegaan. 83, 84 heb ik zelf auto gebouwd en zelf gedaan eigenlijk, zeg maar. En ja, 85 is DAF weer teruggekomen, zijn we weer terug met een DAF samengegaan. Tot en met 88 hebben we eigenlijk altijd voor DAF gereden. Ja, jij hebt gezegd ooit, het stomste wat ze bij DAF hebben kunnen zeggen is toen dat ongeluk was dat ze zeiden, wij doen het nooit meer. Hadden ze niet moeten doen? Nee, dat was ik niet afgesproken. Ik heb heel duidelijk via de telefoon contact gehad met Eindhoven op dat moment. En we wisten dat er de divisie kwam en dat ging allemaal bij elkaar. We hadden duidelijk afgesproken dat we niet zouden zeggen dat het laatste bakken was voor DAF. En dat heb ik nog altijd kwalijk genomen. Ja, maar uiteindelijk gaan jullie wel weer. Ja. Ja, kijk uit, we hebben toch van 88 tot 2002 heb ik thuis gezeten. In 2002 zijn we weer eigenlijk zelf begonnen met dakken te rijden. Ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat jouw zoon Gerard daar misschien ook wel een rol in gespeeld heeft. Want ik denk namelijk dat het hartstikke leuk is om samen met je zoon, met zo'n team, die rally te rijden. Klopt helemaal. Want Gerard is wel eigenlijk rally gaan rijden. Om de luxe wagen. En dan heb je het, nee, ja, dan ben je meer weg als je op de zaak bent. Dus dan gaan we liever Dakar doen, anders rijden we heel Europa rond, heel de wereld rond. Dat doen we niet. In 2002, het eerste jaar dat we samen zijn gegaan, toen ben ik met mij meegegaan. En vanaf 2003 is hij
verder doorgaan naar de kuil. Ja, en een van de dingen die mij nog goed bijstaat is dat we zitten een keer ergens in Mauritanië, in een bivak. En een kopje erwtensoep te eten, want dat is ook traditie bij Jan. En ik zeg, waarom doe je het eigenlijk? En het enige wat jij zegt, een mens moet vakantie hebben. Was dat echt de reden? Voor mij wel. In januari was het breed rust, want de rustige maand. 11 maanden van het jaar was je eigenlijk constant bezig. Vakantie heb ik eigenlijk nooit naar gedaan toen. Behalve dakken, dat was 3 weken uit de romslomp. Ja, want in die tijd was er ook geen contact met de thuisgrond eigenlijk. Hè? Mobiele telefoons waren er niet, nee. Geen wifi, dat moest eruit gevonden worden. Je was ook echt weg, je was echt in je eigen wereld. Niemand kon me bereiken, wij kon ook niet bereiken. En als je moest, dan moest je via de organisatie, want stond je 2 uur in de rij te wachten tot je een telefoon kreeg. Dus dat vond ik toen het leuke. Je was helemaal op je eigen mensen en helemaal los van het bedrijf. Klein sprongetje naar Lima, Peru. Gerard wint zijn eerste Dakar Rally en ik zie bij Jan de Rooij een traantje op het podium. Dat kan ik helemaal, hè? Ik ook, hoor. Zelf had gedaan, dat heb ik altijd gedaan, 10 jaar gedaan. En dus dat is dat het zo meegaat. Ja. Wat willen ze nog meer? Ja? Zo waren ze sowieso, zeggen ze altijd. Maar hier is helemaal zo uitgekomen als het gepland was, eigenlijk, wat zo zeggen. Ja. En het team nu is heel professioneel. Bemoei jij je er nog een beetje mee? Nee, helemaal niet. Ik heb al kwijt 3 jaar geleden gezeten. Ik stop ermee. Ik heb ook moeite mee eigenlijk. Ik kan eigenlijk heel goed omdat ik mij blijf moeien. Ja. Ben ik daar aan het rijden. En daar ben ik definitief voor blijven. Dus de laatste 3 jaar heb ik mij eigenlijk helemaal niet meer gemoeid met het dak gebeuren. Ja. En dan rijdt Gerard wederom voor Iveco een waanzinnig professioneel team. Dat moet je toch een goed gevoel geven. Oh ja, jawel. Ik ben hartstikke gelukkig op televisie en de beelden die je in het slag ziet. Perfect, ja, dat speelt het echt van binnen uit een hele grote rol mee. Ja, en hij houdt alles in de gaten, want volgens mij zit je meer aan de telefoon om te kijken hoe het gaat met de jongens dan dat je andere dingen doet in januari. Inderdaad, ja. We hebben Guus de dokter, eigenlijk wat zo te zeggen, bellen regelmatig met elkaar overdag van Hoe gaat het nu? Als er iets gebeurt, dan heb ik ook mijn telefoontje. Dus we blijven toch redelijk goed op de hoogte wat dat betreft. Maar ja, dus op afstand. Jan, om af te sluiten wil ik je graag deze trofee geven met 1 mededeling. Ik wil jou namens alle Dakar-deelnemers, alle Dakar-fans heel hartelijk danken. Want als jij begin jaren 80 niet naar Dakar was gegaan, hadden we waarschijnlijk hier niet gestaan. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Hij is verdiend. Dank je. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eru Prestige. Kaas voor kerels.